de politiek in dit godvergeten land. Gijs van Heukelom. Gijs. Joe. Ik hou er niet van om het over mezelf te hebben, maar ik moet wel. Ter illustratie van dit bericht. Terveld pakt fraude met bijstand aan. Staatssecretaris Terveld vindt dat een bijstandsgerechtigde in principe een uitkering van 50% van het minimumloon moet ontvangen, tenzij hij of zij kan aantonen alleenstaande te zijn. Het persoonlijke is ook politiek. Hier zit zo'n bijstandsgerechtigde. Gijs van Heukelom, 46 jaar, ex-journalist van het Vrije Volk. Heeft na ontslag 119 maal gesolliciteerd. 46 jaar, dank u wel. Ik ben alleenstaande, ik fraudeer niet. Dit commentaar geef ik gratis en voor niks. En ik krijg dus binnenkort 50% van het minimumloon. 880 gulden per maand. Tenzij ik kan aantonen alleenstaande te zijn. Nou vraag ik, staatssecretaris Terveld, hoe moet ik op een kantoor van de sociale dienst aantonen dat ik alleenstaande ben? Ik zal het er zeggen, dat kan zij niet, dat kan ik niet, dat kan de sociale dienst niet, dat kan niemand. Dus, Terveld pakt niet de fraude met de bijstand aan, nee, ze pakt de bijstand aan. Dit is een ordinaire bezuinigingsmaatregel en Terveld pleegt fraude met woorden. De enige kick die ik nog had, dat ik dit in het openbaar kan zeggen, wordt me nu ook afgenomen, omdat Van Koten en De Bie het zich blijkbaar kunnen permitteren de tent nu al dicht te gooien. Ik ga een rondgang maken door het gebouw, want dit pik ik gewoon niet, hè. Dit pik ik niet.